Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Ik heb eindelijk een keer een andere video dan een vlog. Normaal upload ik vlogs op woensdag. Maar vandaag heb ik eindelijk de video waar ik al heel lang over gezegd heb dat ik hem zou uploaden. Ik heb dus besloten om allemaal vragen die ik nooit beantwoord in één video gewoon in één keer allemaal even te beantwoorden. Want zoals jullie vaak lezen krijg ik best wel vaak boze comments of lastige vragen. Veel vragen komen terug. Sommige dingen vind ik dus onbeschoft om te stellen, zeg maar, sommige vragen. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon allemaal in één video beantwoorden. En dan kan ik voortaan naar deze video refereren als mensen weer die vragen stellen. Dan kan je het allemaal lekker terugkijken en dan weet je hoe ik over bepaalde dingen denk. En wat de antwoorden zijn op sommige vragen. Dus ik heb eigenlijk alle vragen die ik onbeschoft vind, die ik vaak gesteld krijg, opgeschreven. En die ga ik allemaal beantwoorden vandaag. Dus ja, ik ben benieuwd. Oké, de eerste vraag. Het is op zich best onbeschoft, maar ik snap ook dat mensen het vragen, want het is tegenwoordig niet meer echt een taboe. Is, heb ik botox of fillers gaan? Ik heb trouwens hier op mijn telefoon het opgeschreven. Dit hoesje trouwens. Kunnen jullie nog steeds shoppen? Ik zet de link hieronder, want ik weet nu al dat iedereen dat ook weer gaat vragen. Dat is natuurlijk geen onbeschofte vraag. Maar dat wordt vaak gevraagd en heel veel mensen weten nog steeds niet dat die via mij te koop is. Dus hieronder. Oké, is of ik botox of fillers heb gedaan? En het antwoord daarop is nee. Ik heb nooit botox of fillers gedaan. Ik heb gewoon rimpels. En ook om mijn ogen heb ik rimpels. Ik ben er niet op tegen. Ik zou het wellicht overwegen om misschien ooit te doen. Want ik heb best wel een frons. En soms denk ik wel eens, ik zou dat wel weg willen. Maar ik ben gewoon te bang dat mijn gezicht daardoor verandert. En ik vind het vaak zonde als mensen doen dat een bepaalde emotie uit je gezicht gaat. Dat is eigenlijk dus de angst die ik heb. En daarom heb ik het nooit gedaan. En denk ik eigenlijk dat ik het ook niet snel zou doen. Ik heb er wel over nagedacht. En ik ben super bang voor naalden. En bang voor veranderingen. Dat is zeg maar niet echt, past niet echt bij mijn karakter. Ik hou niet zo van andere dingen. Dus ik denk dat ik zo'n permanente verandering zelf te heftig zou vinden. Dus forever the answer. Geen botox, geen fillers, niks. De volgende vraag. Vind ik wel vrij onbeschoft. Ik krijg heel vaak de vraag hoeveel geld ik verdien. En ik vind dat best wel raar, want ik stel ook niet vragen aan jullie of aan vrienden of vriendinnen van hoeveel geld verdien je. Ik vind eigenlijk dat je dat niet echt hoort te vragen. En daarnaast is die vraag eigenlijk niet te beantwoorden, want zoals jullie weten heb ik natuurlijk een sieradenmerk en ik heb een kantoor waar mensen in dienst zijn die gewoon een salaris betaald krijgen. Dus het is niet zo dat ik een salaris verdien door wat ik doe en een bepaald bedrag per maand heb. Ik ben gewoon een bedrijf en dat bedrijf dat verdient geld. En dat geld dat investeer ik in mijn bedrijf ook weer. Want het kost hartstikke veel geld, huur van kantoor. We hebben een kantoorpand midden in Amsterdam. Nou ja, personeel dus, ook die sieraden, dat is hartstikke veel geld. Kost dat mij ook, want een website is duur, de website bijhouden is duur. Die spullen inkopen is duur. Dus dat is eigenlijk een antwoord daarop. Er is niet echt een antwoord daarop, want ik ben niet echt in de positie waarin ik kan zeggen zoveel geld verdien ik, want ik investeer gewoon heel veel van mijn geld in het bedrijf. Dus dat. Een andere vraag die ik heel vaak ook krijg is, ben je zwanger? Dat ben ik niet. En als ik zwanger zou zijn, dan zou ik dat hier uiteraard aan jullie, denk ik wel, naast mijn familie als eerste laten weten, omdat jullie altijd meeleven met mijn familieleven en met kinderen en zo. Alleen de vraag is best wel onbeschoft om te stellen, want aan de ene kant kan je dan als vrouw zijn en denken, oh, ben ik dan dik of zo, dat iedereen denkt dat ik zwanger ben. En aan de andere kant, misschien, weet je, dat is bij mij voor zover ik weet niet zo, maar misschien sommige mensen hebben moeite met kinderen krijgen en dan is het best wel vervelend denk ik als je die vraag heel vaak krijgt. Dus in die zin vind ik dat dus best wel een onbeschofte vraag. Nou gelden die dingen voor mij niet. Maar om het te beantwoorden, want ik krijg de vraag vaak, nee, ik ben niet zwanger. Ik weet niet of dit een onbeschofte vraag is, maar het is een beetje in hetzelfde sfeertje als de vorige vraag is of ik nog meer kinderen wil. En dat heb ik ook best wel vaak beantwoord, moet ik zeggen. Ik wil heel graag nog meer kinderen. Ik kan ook geen uitspraken doen over wanneer of hoe of wat dat allemaal gaat gebeuren. Maar ik wil absoluut meer kinderen. Je weet alleen niet of dat je gegeven is en of dat allemaal lukt. Dus ik weet niet of het gaat gebeuren, maar ik zou wel heel graag nog meer kinderen willen. Een andere vraag, waarvan ik ook begrijp dat veel mensen hem stellen, want ik zou daar zelf misschien ook wel nieuwsgierig naar zijn, is hoeveel vriendjes ik gehad heb. Helemaal denk ik als je best wel jong bent en zelf daar voor het eerst je leven mee bezig bent, of misschien al wat ouder en daar ook mee bezig bent, dan vraag je je af hoeveel vriendjes ik gehad heb. Maar ik heb eigenlijk altijd alleen maar relaties gehad.
ben nooit echt vrijgezel geweest. Ik ben één keer een jaar vrijgezel geweest. En dat was best wel fijn. Dat was in het eerste jaar van mijn studie. En toen wilde ik me gewoon op mijn studie ook focussen. En toen heb ik zelf niet eens gedate met jongens of zo. Helemaal niks. Ik ging toen ook niet echt heel veel uit. Toen was ik denk 22. Van 22 tot 23. En daarvoor heb ik, voor Sander heb ik twee relaties gehad. Eentje van 3 jaar en eentje van 1,5 jaar. Dus ik heb 3 vriendjes gehad. Ja. Iets anders wat ik zelf echt niet leuk vind. Wat best wel veel mensen zeggen. Eigenlijk vind ik al deze vragen niet specifiek heel leuk. Is of ik spraakgebrek heb. Ik let nu ook heel erg op hoe ik praat, merk ik. Omdat jullie er nu ook allemaal op gaan letten. Misschien had ik deze vraag niet moeten doen. Maar ik spreek de R best wel vaak raar uit. In sommige woorden, dat hebben jullie waarschijnlijk dus wel gehoord. Aangezien er best wel vaak iets over gezegd is. Ik denk dat dat spraakgebrek is inderdaad. Ik hoop niet dat Olivia het krijgt. Ik probeer ook altijd heel erg op te letten op hoe ik articuleer als ik tegen Olivia praat. Omdat ik denk, je gaat toch een soort van het accent van je ouders nadoen. Dus als ik zeg maar de R raar uitspreek. Ik zou zeg maar, als ik spreek zeg, zou ik hem zo moeten zeggen. Maar ik zeg spreek. En dat klinkt gewoon raar. Ik denk als ik erop let dat ik het wel kan veranderen. Dat probeer ik soms ook. Maar I know, ik heb het wel een beetje. Ja. Maar sommige mensen posten daar altijd best wel onaardige dingen over. En ik kan daar niks aan doen. Ik heb dit gewoon... Mensen maken er eigenlijk ook privé best wel lang al grappen over. Laatste tijd wat minder. Misschien dat ik er laatste tijd wel beter op let door Olivia. En dat ik het minder heb. Maar ja. Ik heb spraakgebrek, I guess. Volgende vraag. Waar ik trek me van best wel veel negatieve dingen niet echt iets aan. Maar van deze merk ik wel dat ik wel mezelf een beetje iets aantrek. En dat is waarom heel veel mensen... Dit is echt een thema in elke vlog. Ik heb bad words aan staan. Dus jullie zien misschien al die comments niet de hele tijd. Omdat ik heel veel comments dus niet toesta die hierover gaan. En of delete. Omdat ik stom vind dat het er staat. Maar heel veel mensen vragen waarom is je haar zo lelijk? En je lijkt kaal en dit en dat. En je haar is afgebroken. Ja, dat klopt. Mijn haar is afgebroken inderdaad. Hier, ik heb allemaal plukken die korter zijn. Dit is trouwens misschien nog deels van mijn lok ook. Maar ik had best wel donker haar. Ik heb van mezelf best wel donker haar, zoals jullie zien. En ik heb, wat niet heel slim is, maar wel mijn eigen keuze was. Ik wilde heel graag mega blond haar. En daardoor heb ik mijn haar echt heel hardcore geblondeerd. Want dit is echt ja, voor mij zoveel lichter. En gewoon echt pure blondeer heel vaak erover gedaan dan mijn eigen haarkleur. Daardoor is mijn haar afgebroken en inderdaad in een wat slechtere conditie. Ik heb nu besloten om te stoppen met blonderen. Dus ik ga het nu een stukje uit laten groeien en vanaf dan alleen nog maar highlights doen. Dus ik ga ervan uit dat mijn haar wel beter gaat worden. Tenminste, weet ik zeker, want ik had altijd gewoon hartstikke veel haar en lang en het zag er goed uit. Totdat ik begonnen was met het verven. Jullie zien in ouder, in mijn eerste vlog zie je ook dat mijn haar gewoon hartstikke mooi is. Alleen op een gegeven moment ben ik dus begonnen met die haar blonderen. En ja, dat is niet goed voor je haar. I know. En daarnaast wordt mijn haar heel vaak gesteld en gedaan. En hitteproducten gebruikt voor werk, voor shoots en whatever. En dat is ook allemaal niet goed voor mijn haar. Maar ja, dat hoort er allemaal een beetje bij. Maar ja, ik denk dan hebben jullie vanuit mijn kant horen jullie even hoe ik erover denk. Omdat jullie er altijd opmerkingen over maken. En die zullen vast ook nog wel blijven komen. Want vast niet iedereen kijkt deze video. Maar goed, dat is mijn... antwoord hierop. Over de volgende vraag heb ik heel erg lang nagedacht of ik die wilde beantwoorden. Omdat ik niet mensen wil kwetsen of een drama wil veroorzaken of iets. Maar ik heb toch besloten om het wel te doen. Ik heb het ook even met bepaalde mensen over gehad of ik deze vraag moest beantwoorden. Maar dit is zowel als comments op Insta, DM op Insta, hier op YouTube echt een ding. En dat is de vraag, ik zal geen namen noemen, maar dat snap je waarschijnlijk zelf wel. Waarom ik met bepaalde mensen niet meer omga. Kijk, ik vlog natuurlijk mijn leven. En daarbij ook de mensen die daarbij horen. Je leert nieuwe mensen kennen. Ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld Monica leren kennen. Die kende ik niet aan het begin van mijn vlog. En dat is natuurlijk een van mijn beste vriendinnen geworden. En dat is toch steeds zo. En dat zal denk ik ook altijd zo blijven. En zo zijn er meer mensen die zeg maar in en uit gaan tijdens mijn vlogbestaan. Omdat een vlog een weergave is van mijn echte leven. En net zoals in het echte leven, ja, ga je niet altijd met dezelfde mensen om. Dat zullen jullie misschien ook bij andere vloggers zien, dat er geruild, gewisseld wordt van vriendschap. Je nieuwe vrienden leert kennen, met bepaalde mensen niet meer omgaat. Ja, dat is zo. Ik heb wel een aantal vriendinnen waar ik al heel lang mee omga. Die zien jullie soms op de vlog. Met Kay ben ik bijvoorbeeld ook al best wel lang bevriend. Maar er zijn inderdaad een aantal mensen waar ik niet meer mee omga. En waarom dat is, vragen jullie allemaal. Nou, ik kan jullie...
ik weet niet of het helaas is of gelukkig voor jullie is, eventjes uit de illusie helpen dat er een ruzie is. Dat is er namelijk niet aan de hand. Alleen, ja, ik denk wel dat je op een gegeven moment helemaal, bijvoorbeeld omdat ik moeder ben geworden, dan word je toch een ander mens en heb je andere interesses en andere prioriteiten in je leven. En daardoor verander je zelf ook best wel veel in wat je belangrijk vindt en niet. Ja, daardoor maak je wel andere keuzes met wie je om wilt gaan en wat je in vriendschappen belangrijk vindt. Dus dat is een dingetje. En dat is bij mij natuurlijk ook een dingetje. En ik denk dat mensen die door deze periode in hun leven zijn gegaan dit wel herkennen. Maar ik heb met niemand ruzie. De mensen die jullie niet meer zien spreek ik uiteraard ook nog wel gewoon. Alleen, ja, bepaalde relaties zijn veranderd. Ik hoop dat dit een correct antwoord is. En dat jullie dit begrijpen. En het, ja, dat het zo een beetje duidelijk is. Oké, voor mij was dit een heel lang antwoord. De volgende vraag vind ik echt onbeschoft. Sowieso moet ik eerlijk zeggen, als er onbeschofte vragen of gemene comments worden geplaatst, is dat voor 99% oké. En ik ben iemand die daar best wel goed mee om kan gaan eigenlijk. Dus daar hoef je je niet zorgen over te maken. Ik snap gewoon dat als ik mezelf en dingen die ik doe deel op het internet, dat je daar gewoon een negatieve commentaar op krijgt. Dat is gewoon zo. En helemaal hoe meer mensen er kijken. Ook als ik bij mijn vriendin kijk, bij Monica of zo, die daar overigens echt super goed tegen kan. Zie je gewoon dat hoe meer kijkers je hebt, hoe meer negatieve dingen er geplaatst worden. En ook hoe meer positieve dingen. Maar er is gewoon meer reactie. En ja, zo ook negatieve dingen. Maar het enige waar ik moeite mee heb is als er negatieve dingen over Olivia of Bibi geplaatst worden. Omdat ja, zij zichzelf daar niet tegen kunnen weren. En voor mij gewoon best wel negatief voelt als dat gebeurt eigenlijk. Dus de vraag die veel mensen stellen. Ik heb hem vandaag toevallig weer 3 keer voorbij zien komen. Ik had bijvoorbeeld vandaag stuurde iemand het volgende. Ik zal het er even bij pakken. Eén momentje. Deze vraag kwam bijvoorbeeld vandaag. Waarom ben je zo vaak weg terwijl je Olivia hebt? Ik begrijp dat je werkt, maar waarom zo veel? En de vraag dus die vaker gesteld wordt, een beetje het algemene antwoord is, of de vraag is van, ik vind dat je Olivia niet genoeg aandacht geeft of iets. Ten eerste wil ik zeggen dat een vlog van 10 minuten die ik 2 keer in de week upload, natuurlijk niet een weergave is van je hele leven. Ja, je ziet 10 minuten uit 4 dagen, dus dat is 48, 96 uur. Dus realiseer je alsjeblieft hoe weinig dat is. Dus ik laat natuurlijk niet alles zien. En helemaal als ik met Olivia ben, film ik best wel weinig. Eigenlijk alleen de leukere dingen die ik dan echt heel graag wil delen, omdat ik het leuk vind voor mensen. Maar nee, ik vind zelf niet dat ik Olivia te weinig aandacht geef. Ik geef haar heel veel aandacht en ik ben heel veel met haar bezig. En Sander is ook vaak op tour en dan geef ik nog meer 1-op-1 aandacht, zoals afgelopen dagen. En ik ben 's ochtends echt dedicated met haar een paar uur. En dan komt of de oppas of dan gaat ze naar school. En 's avonds ben ik weer dedicated een paar uur met haar. Maar inderdaad, ik ga ook vaak weg. En ik probeer dat te minimaliseren. Ik ga eigenlijk alleen weg als ik een betaalde samenwerking heb. Dus als ik letterlijk geld verdien aan een reis die ik doe. En dat zie ik voor haar ook als een investering in de toekomst. Want ja, ik moet geld verdienen. Dit is mijn werk. En als ik via mijn werk geld in het buitenland kan verdienen, zou ik dat doen, net zoals heel veel andere soorten banen, niet alleen met deze baan. Alleen ik ga nooit langer dan 3 dagen weg, want ik kan het zelf mentaal niet aan om langer dan 3 dagen bij haar weg te zijn. Dat vind ik heel erg moeilijk. En zoals jullie weten heb ik ook een tijdje last gehad van paniekaanvallen tijdens het vliegen, omdat ik het gewoon te moeilijk vond om haar alleen achter te laten. Dus heb ik ook een tijdje bijna niet gereisd zonder haar, omdat ik dat, ja, simpelweg gewoon niet kon. Het gaat nu wel beter, nu ze iets ouder wordt, moet ik zeggen, omdat ik het idee heb dat ik meer met haar kan praten. Maar ja, ik snap hoe dat kan overkomen op bepaalde mensen. En ik snap ook dat het voor bepaalde mensen moeilijk is om het verschil te zien tussen dat ik zakelijk wegga en privé. Omdat het er allemaal natuurlijk heel leuk uitziet. Weet je, nu ook nu ik naar die Fashion Weeks ga, lijkt het gewoon of ik een soort van op een leuk tripje ben. Maar ja, ik moet dan vaak betaalde content maken of krijg betaald voor bepaalde aanwezigheid bij dingen. En ja, ik kies er dan voor om dat wel te doen, omdat ik graag geld wil verdienen en graag voor haar een mooie toekomst wil. Niet voor mezelf, maar voor Olivia. Dus in die zin is dat ook een bepaalde manier van met aandacht met je kind bezig zijn. Ik hoop dat jullie dit enigszins begrijpen. Ik ben niet een moeder die thuis zit. Ik zou zelf voor mijn eigen geluk en gevoel wel vaker thuis willen zijn. En ik probeer dan ook op de dagen dat bijvoorbeeld de oppasser is, dat is vandaag en morgen, probeer ik ook altijd meer rondom het huis te werken, zodat ik met haar kan lunchen en met haar leuke dingen kan doen.
En wat extra aandacht kan geven om dat zo te doen. Ja, ik denk dat ik daarbij deze vraag wel beantwoord heb. Ik vind het best wel een moeilijke vraag om te beantwoorden, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, volgens mij, ik ga het even dubbel checken, was dit mijn laatste vraag. Ik heb het een beetje uitgezocht, dus wat het meest gevraagd werd, om dat allemaal in één keer te beantwoorden. Tot zover de vraag beantwoord. Ik vind het best wel spannend om dit te posten, omdat het best wel een persoonlijke video is. En ik niet zo goed weet hoe mensen hierop gaan reageren. Sorry voor de achtergrond, het is misschien een beetje messy, maar ik wist niet waar ik anders moest filmen in huis. Oh ja, een andere vraag wat trouwens altijd mensen zeggen is, waarom zit je zoveel aan je haar? Dat irritant is dat ik altijd zo doe. Deze plukken zijn te kort en die kan ik niet zo goed hierachter doen. Dus bij deze ook nog even die voor jullie. Ja, laat even een comment achter met wat jullie hiervan vonden. Ik ben heel benieuwd. Zondag komt er weer een vlog van Parijs Fashion Week. Daar ga ik morgen naartoe. Dus ik ga nu snel mijn koffers in en uitpakken voor Parijs. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat even een comment achter. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En vergeet niet te abonneren. Dat kan hieronder. We hebben bijna 100.000 subscribers. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Mijn Instagram is @queenofjetlags. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Oké, tot zondag!